twee vlaggen wapperen. Namelijk eentje uit Canada en eentje uit onze Nederlandse vlag. Dat komt omdat we vandaag in het midden hebben een Canadese familie, de familie van Janneke de Dekker. Ze zijn overgekomen uit Canada en om deze bijeenkomst onder andere bij te wonen. De moeder van Janneke is omgekomen bij de bakkerij van de Kool. We gaan nu over tot de toespraak van wethouder Pim Bouwman. Vandaag leven wij in vrijheid. Dat doen wij al 72 jaar. Verleidelijk deze vrijheid voor iets te nemen. Velen van ons hier hebben niks anders gekend dan vrijheid. Vrijheid om je eigen leven te bepalen. Vrijheid om je eigen keuzes te maken. Toch kan het ook anders. Toch is het heel anders geweest. 5 jaar lang was Nederland bezet. 5 jaar lang onderdrukking, oorlog en angst. Voor sommigen hier is die herinnering nog heel levend. Ze hebben ouders, broers, zussen, vrienden, kennissen verloren. Anderen staan er wat verder vanaf. Zij herkennen misschien alleen de namen of de diverse monumenten. Hoe verder weg deze oorlog komt aan de tijd, hoe belangrijker het wordt hem te herinneren. Het vergeet ons een pijnlijke herinnering dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Zij helpt ons te vechten voor deze vrijheid. Ze brengt ons deze vrijheid actief door de wereld. Vechten voor de vrijheid kan heel letterlijk. Op dit moment zijn Nederlandse militairen actief in andere landen. Ze strijden voor de vrijheid van anderen. Zoals vele veteranen ook eerder hebben gedaan. Maar vrijheid, vechten voor de vrijheid kan ook op een hele andere manier. Door het vertellen van verhalen. Alle verhalen op de Nederlandse oorlogsmonumenten hebben een verhaal. Ook hier in Wijkenhouden. Maar ook anderen die de oorlog hebben meegemaakt, of hebben gestreden voor onze vrijheid, hebben hun verhaal. Door hen te herinneren en te herdenken, vertellen wij hun verhaal. Het verhaal van hun strijd voor de vrijheid. Verhalen zijn zwaar en emotioneel. Maar juist daarom is het belangrijk deze verhalen te blijven vertellen. Omdat zij ons herinneren aan de prijs van onze vrijheid. De vrijheid is ons doorgegeven door anderen. Anderen die ervoor hebben gestreden en geleden. Ons de plicht om de vrijheid weer door te geven aan hen die na ons komen, zodat ook zij de vrijheid kunnen leven. Liselotte Nieuwkoop draagt een gedicht voor. Het volgende gedicht is geschreven door Annika Stokvis. Vrijheid is er om door te geven, om samen van te genieten, om samen voor te strijden, om te doen wat je wilt. Vrijheid is om door te geven, om een begin te maken aan een betere wereld, om dankbaar voor te zijn, om vriendschap te versterken. Vrijheid is er om door te geven, om goed te kunnen leven, om je eigen mening te mogen uiten. Dat woordje vrijheid, klein maar krachtig, betekent zoveel meer. Laat het ook voor anderen gelden. Geef de vrijheid door. De namen van de gevallenen worden opgelezen door Tom Vink en Rosemarijn Nieuwkoop. Gevallen voor onze vrijheid. 11 oorlogsslachtoffers welke zijn omgekomen door bommonumenten, landmijnen en granaatscherven en dergelijke te Wijkenhouden. Willem Moefraak, 26 jaar. Omgekomen 11 april 1944. Luiten van Bergen, 64 jaar. Omgekomen 30 november 1944. Arie Graaf, 79 jaar. Omgekomen 8 december 1944. Kostiaan Nieuwkoop, 58 jaar, omgekomen 1 december 1944. Pieter Hendrik Versteeg,
21 jaar. Omgekomen 21 december 1944. Antoine van Rijswijk, 49 jaar. Omgekomen 31 december 1944. Gijsbert van der Pol, 49 jaar. Omgekomen 7 januari 1945. Cornelis Baks, 62 jaar. Omgekomen 18 januari 1945. Adriaan Cornelis Smokers, 22 jaar. Omgekomen 1 februari 1945. Per Pieter Wouwman, 76 jaar. Omgekomen 9 februari 1945. Nicolaas Vos, 21 jaar. Omgekomen 4 juni 1945. Slachtoffers bombardement Bakkerij. Corinne van der Pol en omgeving nabij Nederlands Hervormde Kerk op 5 januari 1945. Fransje Adriana Kramer, echtgenote van Middelaar, 36 jaar. Leendert van Masbergen, 33 jaar. Adriana van Rijswijk, echtgenote van Schouten, 31 jaar. Marcellus Schouten, 31 jaar. Peterke G. van Mersbergen, echtgenote van Mouthaan, 35 jaar. Antonie Mouthaan, 1 jaar. Francisca de Leeuw van Wenen, 4 jaar. Gijsbert van Helden, 49 jaar. Anneke Verzeil, echtgenote van der Pol, 40 jaar. Rut van der Pol, 2 jaar. Martina J. van der Schans, echtgenote van Den Dekker, 44 jaar. Barta Mouthaan, echtgenote van Kuipers, 53 jaar. Bertus Cornelis Kuipers, 12 jaar. Cornelis Kuipers, 57 jaar. Aletta van Rijn, echtgenote van Mersbergen, 87 jaar. Susanna R. van Rijswijk, echtgenote van Masbergen, 33 jaar. Dirk van Rijswijk, 44 jaar. Dirk Lagenveld, 48 jaar. Cornelia Barta Kuipers, 14 jaar. Johanna Lagenveld, 17 jaar. Teuntje Lagenveld, echtgenote van Lagenveld, 42 jaar. Jan van Tilburg, omgekomen 6 januari 1945. Johanna G. van Mersbergen, echtgenote van Tilburg, 57 jaar. Ottolina Aletta van Tilburg, 19 jaar. Gevallen voor onze vrijheid. H. Kerkwijk, 21 jaar. 11 mei 1940, Dordrecht. H. van der Maren, 51 jaar. 8 maart 1945, Utrecht, verzetsleider. S. van Zandvliet, 27 jaar. 3 mei 1943, Eindhoven. H. C. van Kapel, 25 jaar. 10 juni 1944, Berlijn. F. Taf, 22 jaar. 21 juli 1944, Wijkenaalburg. A. de Waal, 27 jaar. 28 september 1944, Te Huizen. J. N. Robichaud, 19 jaar. 11 december 1944, Wijkenaalburg. B. A. Rosa, 21 jaar. 24 april 1945, Leuzen.